Ja, daar ben ik weer in het altijd zonnige Amsterdam. Ik hoop dat jullie lekker van het zonnetje genoten hebben. Ik in ieder geval wel. Maar het gaat volgens mij straks omweren. Dus ik zeg, kijk naar deze What's New. Ik heb hier de allerleukste, hipste, coolste nieuwtjes van woensdag 21 mei. Is Leonardo DiCaprio nou vreemd gegaan tijdens het beruchte filmfestival in Cannes? Ja of nee? Dat is nu een beetje de vraag. Want hij heeft dan al een relatie met het 21-jarig model Tony. Maar hij zou toch wel heel veel gespot zijn, feestend op foto's met een getrouwd model, ene Katy Clary. We gaan het meemaken. Ik hou jullie op de hoogte. En dan heb ik ook nog heel erg leuk nieuws over Orlando Bloom. Heeft hij nou een relatie met Laura Payne of niet? Dat is de vraag. Maar Miranda Kerr zegt, nee joh, die zijn gewoon vrienden en die hebben helemaal niks. Onze lieve Justin Bieber kan ik natuurlijk vandaag ook niet overslaan. Zo heeft hij waarschijnlijk een blauwtje gelopen bij Adriana Lima. Hij wilde heel graag met haar en zijn vriendinnen mee. Wat gebeurde er nou? Hij wilde... En herpak. In ieder geval, hij wilde met haar en haar vriendinnen wilde die mee naar huis, maar daar had zij niet zoveel zin in. Ook trok hij nog zijn shirt uit in de hoop dat het dan wel zou lukken, maar helaas. Waarschijnlijk is dit gewoon eigenlijk alleen maar om zijn ex-liefje, Selena Gomez, een beetje jaloers te maken. De knappe Belg Louis Talpe heeft nu bekendgemaakt dat hij eigenlijk weer een comeback wil maken in Nederland. Ik zeg, doe maar lekker. Deze Belg kennen we natuurlijk van goede tijden, slechte tijden. En ja, voor de oplettende kijker, inderdaad, dat was ik. Daar zat ik in, dat klopt. Maar we kennen hem natuurlijk ook van Verliefd op Ibiza. En hij zit nu in een musical in België, maar wil heel graag weer terugkomen naar Nederland. Want wij hebben namelijk hele mooie series en films. Ik zeg, lekker doen, jongen. Helaas, dit was mijn What's New dan alweer van deze week. Maar niet getreurd, want ik ben oud en vertrouwd samen met Nanne bij de zaterdagaflevering. Waar we alle nieuwtjes vertellen, maar hij zal iets korter zijn. Want wij gaan namelijk naar de Dutch YouTube Gathering. En daar gaan we allemaal fantastische interviews geven. Dus check dat vooral, blijf kijken. En ja, voor de oplettende kijker natuurlijk wel duimpjes omhoog en wel abonneren. Hey lieve mensen, ik zie jullie volgende week weer. Doei!